iets op vlak vinden als de, op wat de lach valt. Dat vind ik heel raar dat het zo'n laag aanzien staat. Je hebt een laag huilen staat. Dat staat voor voorzienigheid. Nou, ik kan het net zo goed omdraaien. Dat is echt heel veel. Dus als je erg moet lachen, dat, ik kan zelfs orgastische vormen aannemen, vind ik wel. Ik bedoel, als je echt heel erg moet lachen, kan je aan niets anders denken. Dan word je helemaal, ga je helemaal over in dat lachen. Als je een beetje smoesel, dan hou je de werkelijkheid in de gaten. Dus de lach is helemaal niet. En zelfs God had man zo niet ook. Ik vind die blikjes met poep vind ik toch echt ook heel gevoelig. Het is ook zo mooi dat hij een ontwikkeling heeft doorgemaakt, vind ik. We hebben vandaag een hele leuke dag, want we openen de tentoonstelling Manzoni in Holland. Een tentoonstelling waar we heel erg lang aan hebben gewerkt en waar gelukkig heel veel mensen op af zijn gekomen om te zien wat we ervan hebben gemaakt. En wat vond u van de presentatie van de heer Wim T. Schippers? Ja, geweldig, want enerzijds weet hij eigenlijk best wel veel van de kunstenaar, maar hij maakte ook iets grappigs en iets luchtigs van. En dat hoort eigenlijk wel heel erg bij Manzoni en de manier waarop hij zelf in het leven stond. Er is iemand die een goede kunstenaar was, maar die ook eigenlijk vooral heel grappig was en die ook vond dat je niet per se gestudeerd hoeft te hebben om kunst te begrijpen of om er iets mee te kunnen. En waar bestaat de kunst van Manzoni uit? Nou, hij maakte van alles. Schilderijen, ruimtelijke werken, maar hij is vooral bekend geworden door conceptuele werken, zoals het heet. Waarbij het eigenlijk vooral gaat om het idee en om in zijn geval ook vaak de grap een beetje. En een van de dingen waar hij bekend mee is geworden, is dat hij op een gegeven moment bedacht, wat maakt een kunstenaar nou eigenlijk en waarom is alles wat een kunstenaar maakt kunst? Wat gebeurt er als ik mijn eigen poep in een blikje doe? En dat als kunst presenteer. En we laten in deze tentoonstelling dus daadwerkelijk een aantal van die blikjes met ingeblikte poep van de kunstenaar zien. En zo heeft hij nog een aantal andere dingen waarvan hij ook dacht, ja, als ik beslis dat iemand een kunstwerk is, dan wordt hij dat ook. Dus dan ging hij een handtekening op iemand zijn arm zetten. Of hij besloot dat als jij op mijn sokkel gaat staan, dan ben jij vanaf nu het kunstwerk. En dat is hier ook weer heel leuk. Als je naar de tentoonstelling gaat, kun je ook zelf een kunstwerk worden door op een sokkel van Manzoni te gaan staan. Hoe is het om na al die jaren weer de befaamde Pinnenklaasvloer te heropenen? Nou ja, nee, ik heb niet die Pinnenklaasvloer geopend. Ik ben gevraagd om ook een werkstuk. Of ze, het museum wou de Pinnenklaasvloer graag hebben in het kader van de tentoonstelling. Over Manzoni. Daar gaat het om. Dus ik stel me heel dienstbaar op. Ik bedoel, het gaat niet over mij deze tentoonstelling. Maar ik vind het wel eervol dat ik op een tentoonstelling over leven en werk van Manzoni. Ook een werkstuk. Samen met 25 andere kunstenaars ook uit geestverwante kunstenaars. Want ik ben inderdaad wel een beetje geestverwant. En ik vind het heel eervol dat ik in een zaal hier nu met de Binnenkastvloer ben. Waar het mooiste werk van Manzoni dat hij ooit gemaakt heeft, dat is die Sokkele Dumonde. Dat vind ik zo'n prachtig werkstuk. Maar dat is in Denemarken, dat is alleen maar een foto. Niet zo'n duidelijke foto, maar dat vind ik echt een meesterwerkje. En waar zit dat geestverwantschap dan in? Nou, dat kunst meer kan zijn dan een afbeelding van iets wat al bestaat. Of zeg maar een schilderij, dat stelt dan iets voor en het verwijst niet. Of dan moet je nog geloven dat dat. Maar dat het op zichzelf iets kan zijn, een kunstwerk. Helemaal, dat is wat het is. Zoals, ik vergelijk het wel eens, moet je mee uitkijken om met een boom aan te komen. Dat klinkt een beetje wee en een beetje zweverig, maar ik bedoel het heel letterlijk. Er staan mensen wel eens naar een boom te kijken en zeggen, prachtig hè. En dan vraag ik aan ze, ja maar wat stelt die nou voor? En dan zeg ik, ja die is gewoon mooi. Of die vind ik gewoon heel goed of indrukwekkend. En dan kan je met kunstwerken ook hebben, die stellen niet zo. Daar begon hij mee daar. En dat was voor heel veel mensen vreemd. Maar ik deed dat in mijn tijd ook al, toen ik hem nog helemaal niet kende. Dus ik heb dat niet van hem overgenomen of zo. Dan willen mensen vragen, echt mensen... En er zijn ook ruzies over wie er eerder watjes maakte, op de Henk Peters met hem, maar die werden ook weer dikke vrienden. Maar hij heeft wel veel bijgedragen om mensen bij elkaar te brengen met die hele nul- en zero-systemen. Maar de Duitsers waren alweer niet tevreden daarover, hè? Want die wouden zero voor zichzelf houden en dan moest dat nul gaan heten in Nederland. Maar ja, hij bediende allebei die mensen. Maar in ieder geval heeft hij, met de korte tijd die hij geleefd heeft, toch een belangrijke rol gespeeld. En dus een... Ja, ik heb hem helaas nooit ontmoet. Ik was Henk Peters aan het interviewen, of een gesprek voerde ik daarmee.
Of ik stond er eigenlijk voornamelijk bij, want er waren ook nog andere mensen. Maar een bezoek aan het adres van Henk Petersen Arnhem. Voor een televisieprogramma over kunst. En dat, toen was Manzoni al dood. Die was in februari dood gegaan, dus die kon er niet mee inzitten. Zijn de andere kunstenaars die ongeveer ook hetzelfde, ja, moet ik het zeggen, absurdisme of abstract, avant-garde? Nee, maar, nou, ik voel me ook toch nog meer verwant aan de Dada-beweging. Ik vond het eigenlijk raar dat na de oorlog mensen allemaal weer zo gingen schilderen. En het abstract expressionisme en die naïeve schilderkunst ook, en weer echt gewoon schilderijen, maar boekse schilderijen, vrijheid, dit en dat, is wel een soort explosie. En ik kwam al gauw, ik wou expres hele saaie dingen maken. En zalen der waarachtige oninteressantie noemde ik dan ook. Ik was geïnteresseerd, en dat komt een beetje bij Koert Schieters vandaan. Die vroeg ook aandacht voor het onaanzienlijke, dat vind ik ook. Niet alles hoeft spectaculair te zijn. Als je de lichtkunst van sommige mensen ziet, in Amsterdam ook weer, ik zal geen namen noemen. Maar dan zie je met laserbeams, een beetje, gaat een beetje zo en een lampje die aan en uit gaat. Ja, dag. Het is net zo veel oninteressanter, het meeste vuurwerk ook. Denk je, geloof je het er ook op een gegeven moment bij. Maar alles moet dan spectaculair met dit en dat en veel geld gekost hebben. Maar je kan het gewoon met een beetje pindakaas overvuur ook wat maken. En wat hij dus ook doet. En hij is ook inconsequent geweest toen hij ineens zijn poep ging inblikken. Zo. Het staat weer haaks eigenlijk op die hele zero en nul gedachte. Toen moest het juist weer heel menselijk worden. Wat vindt u van de hoeveelheid mensen die hier zijn gekomen vandaag? Ja, geweldig natuurlijk dat zoveel mensen belangstelling hebben. Het is hartstikke druk. Mensen komen uit het hele land, maar ook uit Schiedam. En ik denk dat iedereen geniet van wat we laten zien. Ja, ik wil graag iedereen van harte uitnodigen om hier te komen. Kijken naar de tentoonstelling Manzoni in Holland. Die is nog te zien tot en met 2 juni.